Yo, what up gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Never Ending Glory. Vandaag gaan we nieuwe spelers kopen. Ik heb al wat oude spelers gekocht. Ik heb trouwens ook al nieuwe spelers gekocht, maar we doen even alsof ik die voor het eerst in het team ga zetten. Daarna gaan we de Daily Knockout spelen en proberen Path to Glory kaart Carlos Vela uit te spelen. Ja, te winnen. Daar kan er ook niet heel veel meer van maken. Eén van die twee dingen gaan we doen. En als dat niet gebeurt, dan baal ik ervan. We kunnen ons daar natuurlijk ook mee kwalificeren voor de Weekend League. Alleen ben ik dit weekend het grootste gedeelte weg. Dus ik kan sowieso eigenlijk al niet een potje spelen. Maar misschien dat ik het wel een paar probeer. Dat kan. Moeten we even kijken. Ik heb dus, zoals ik zei, al spelers verkocht en spelers gekocht. Ik heb Kante verkocht. Ik heb Hazard verkocht. Ik heb Team of the Year Bonucci verkocht. Eigenlijk alle drie voor een beetje te goedkoop. Maar ik was ongeduldig en ik wilde gewoon snel die dingen verkopen. Dus had ik ze allemaal voor het goedkoopst gelist. En daarnaast is de markt echt heel erg aan het fluctueren. Het is geen touw aan vast te knopen. En dat is heel lastig. Een blauw duimpje zou trouwens super top zijn. Dat zou ik heel erg waarderen. Dankjewel alvast. Ik ben blij dat ik weer een beetje zin in FIFA begin te krijgen, jongens. Het begint een beetje op te komen. Je kan ook abonneren als je dat niet hebt gedaan. Dan zal je er meer video's van zien. En binnenkort ook een co-op serie met een andere bankzitter op dit kanaal. Niet op een andere kanaal, op dit kanaal. Dus wees daarbij en dat kan je zien als je abonneert. Ik ga nog niet zeggen wat, nog niet zeggen welk spel, niet met wie. Dat hou ik allemaal als verrassing. Daarnaast hadden we wat bronzen spelers die ik af en toe nog in mijn club heb. En dan kijk ik of er een paar wat geld waard zijn. Is dan zo. En dat is wel lekker op zich. Want meestal verkoop ik ze voor gemiddeld 500. Soms wat duurder. Soms wat goedkoper. Soms hier 2.000. Dus ongeveer 500 gemiddeld. En dat is wel lekker. Als je die gewoon regelmatig in je club terug kan vinden. We gaan dus de spelers even in een team zetten. Ik heb ze dus al gekocht. Rechtsachter positie hebben wij natuurlijk Inform Ricardo Pereira. Op rechtsbuiten hebben we Christian Bale. Dat is een inside joke, omdat dusdagend Games DDG zei altijd Christian Bale. Volgens mij is dat ook een acteur. In ieder geval, die zei dat altijd. Ik weet niet waarom hij niet gewoon Gerrit zei. Neymar en Fabinho, die wij al hadden, die moet ik dan zo op low high zetten. Een special. Die hadden wij al. Dat is niet Fabinho. Dit is Fabinho. En zo ziet het team eruit. Iedereen had volle teamgeest. Ik wist oprecht heel zeker dat Manolas een inform gekregen gisteren. Maar het is niet gebeurd. Ik voel me verraden door EA. Ik had er heel erg veel zin in. Want dan had hij gewoon hier gestaan. Maar ik heb alsnog Bonucci verkocht. Omdat ik dacht, weet je wat, Martial en Hazard zijn echt hele geweldige voetballers. Ik heb met beide bijna 300 wedstrijden gespeeld. Met Martial zelfs 300 doelpunten gescoord en 232 assists gegeven. Die ga ik trouwens eventjes boven Son, denk ik, erin zetten. Son is goed, maar Martial is een stukje beter. En dit team is het uiteindelijk geworden. Er waren ook nog andere mogelijkheden. Skriniar heeft wel een inform gekregen. Leek me lachen om een interspeler te gebruiken. Plus die linkte dan met Handanovic. Dus die kreeg ook volle teamgeest. En dan zou ik in plaats van Fabinho zou ik Alan kunnen gebruiken. Dan zou Alan op CVM staan. Alleen Fabinho is iets sterker dan Alan. En vooral iets groter. Dus ja, die had ik ook wel in mijn club. En dan anders moet je weer 40.000 punten uitgeven. Uiteindelijk is dit het gewoon geworden. Jullie gaan er een gameplay van zien. Nu op je scherm. Zoals ik al zei, we gaan ons proberen te kwalificeren voor de Weekend League. En die Carlos Vela uit te spelen. Dit doe ik niet live. En dat komt omdat me beter kan concentreren dan. En plus, ik vind het vervelend om het live te doen. En dan bijvoorbeeld als ik er in de finale uitvlieg. Ja, dan kan ik niet echt het hele ding laten zien. Want dan moeten we het nog een keer proberen. Dus dan laat ik dat zien. En dan is dat altijd live voor niks gedaan. En daar heb ik geen zin in. Dus een blauw duimpje super tof zijn. Vergeet niet te abonneren als je het niet hebt gedaan. De gameplay zullen jullie er nu van zien. En dan check ik jullie allemaal bij de volgende video. Tenminste, dan zie je mijn facecam bij de volgende video. Je hoort mijn stem gewoon nog steeds. Het Daily Knockout Tournament was een... Ja, precies hier. Je hoort me praten, mond niet bewegen. Dat is de overgang. Het Daily Knockout Tournament was een hele uitdaging, omdat er in tegenstelling tot normaal gesproken, wanneer er eigenlijk alleen mensen meedoen die zich nog niet hebben gekwalificeerd voor de Weekend League, nu ook mensen meedoen die dat wel zijn. En spelers zoals ik, die eigenlijk helemaal geen Weekend League spelen, wel het niveau aankunnen. En dan besluiten, weet je wat, ik wil wel zo'n Carlos Vela kaartje, laat ik gewoon een poging wagen. En daardoor lijkt het me ook best wel lastig voor bepaalde mensen, voor mensen die wat minder zijn in FIFA, om die kaart in je club te kunnen krijgen. Ik weet niet heel goed of dit de beste oplossing is voor EA, maar in ieder geval, ja, er valt voor beide kanten wat te zeggen. Aan de ene kant is Carlos Vela nu best wel onbereikbaar voor mensen die wat slechter zijn in FIFA. Maar aan de andere kant is die kaart ook rond de 40.000 munten waard. En dat komt omdat de Path to Glory kaartjes op dit moment gewoon zoveel waard zijn. Dat is echt bizar veel. Ik ga geen SBC met hem doen. Ik denk dat ik hem gewoon bewaar voor op de bank.
Ik betwijfel het. Ik ga hem niet gebruiken op de bank. Ik denk dat ik ook niet in ga wisselen. Aan de ene kant best wel zonde. Maar goed, zo'n kaartje is natuurlijk gewoon lekker om in je club te hebben. De eerste wedstrijd winnen we redelijk gemakkelijk. Nadat we 2-0 scoren onze tegenstander Ragequit. En ook deze wedstrijd tegen een geheel Spaans team. Met dan eigenlijk Varane en Ter Stegen als enige niet-Spanjaarden. Het begint ook redelijk gemakkelijk. Ricardo Pereira. Ik heb nog wat andere instructies op hem gezet dan normaal gesproken. Meestal laat ik mijn backs gewoon achterblijven tijdens de aanval. Met Alexandro en Vlaams deed ik dat. Maar Ricardo Pereira heeft hoog. Net zoals Alexandro. En ik dacht misschien als ik die gewoon op laat komen dat ik dan meer kansen ga creëren. En ik weet nog niet heel goed of dit nou een goede beslissing is of niet. En welke instructies ik moet gebruiken of niet. Of ik al mijn middenvelders achterin moet blijven behalve mijn aanvallende middenvelder. Of dat ik gewoon alleen mijn CVM moet laten achterblijven. Dat is wat ik eerst altijd deed. Het fijne is dat ik natuurlijk altijd mijn gameplay opneem. En dan terug kan kijken. En in video's zoals dit ondertussen ook een beetje met een schuin oog kan kijken. Of ik nou veel doelpunten tegenkrijg omdat mijn backs uit positie zijn. En volgens mij valt het wel mee. Inmiddels staan we al 0-3 voor door een doelpunt van Larsson en 2 doelpunten van Gareth Bale. En dan komt Neymar natuurlijk ook nog eventjes aankloppen. Heel goed tikwerk. Bam bam, hatseflats. Dit is lekker voetbal. En ik speel op zich ook wel goed. Het probleem altijd, en dat zag je ook bij Fatal. Ik weet niet of jullie dat hebben gekeken, die wedstrijden tussen Marshall 89 HD en mij. Bij Fatal zag je ook, de aanvallende ging echt supergoed. Echt mooi doelpunt gescoord. Alleen het verdedigen was gewoon onmogelijk. We kwamen tegen dit team echt een stuk beter dan dat van ons natuurlijk. Een heel goed Premier League team. We krijgen een corner tegen. Corners zijn volgens mij een beetje gefixt. Want ik heb heel veel moeite met het verdedigen. Ik weet ook wel dat hij naar de eerste paal gaat. Dat doe ik zelf ook. Maar ik kon het niet verdedigen. En dan gebeurde dit. Ja, het is heel erg dom. En ik heb het uiteindelijk zelf gedaan. En het is vooral heel per ongeluk hoe het ging. We pakken een rood kaartje met Neymar. In de 18e minuut, nadat we zelf echt veel kans hadden gekregen deze wedstrijd, hoorden we eigenlijk helemaal niet achter te staan. Maar dan wederom een domme overtreding van mij. We hadden al geel met Sandro, we krijgen niet nog een geel. Maar ik geef weer een penalty weg. Die scoort mijn tegenstander. En dan is het rust, denk ik. Oké, hoe ga ik dit ombuigen met een man minder, nog een helft? En de verbinding met de tegenstander is verbroken. Jitte de leeuw. Ik ga niet zeggen, je zag daar de statistiek, ja, eigenlijk ging het bijna gelijk op, maar we stonden 0-2 achter. Ik ga niet zeggen dat we heel veel geluk hebben gehad, maar we hebben echt bizar veel geluk gehad. Ongekend, we stonden dus 2-0 achter in de halve finale, we mochten bijna weer gewoon opnieuw beginnen. Maar in plaats daarvan zijn we er gewoon ingebleven. De volgende wedstrijd dan komen we weer wederom op achterstand 0-1, al vrij vroeg in de wedstrijd, maar het aanvallen, zoals ik al zei, het aanvallen gaat echt goed. Hier goed een 1-2'tje tussen Larsson en Neymar, die weer doorschuift op Bale, en Gareth Bale die schiet hem dan gewoon binnen in de 17e minuut. Niets daarna dribbelt Neymar er zelf langs. En die tegenstander dacht dat ik hem ging afleggen. Dat doe ik niet. Ga ik naar binnen. Scoren de 2-1. En dan vervolgens bij het volgende doelpunt is een soortgelijk situatie aan de hand. Alexandro die stoomt eroverheen. Dit is dus een voordeel van dat je je backs laat opkomen. Die dribbelt er ook doorheen. Mijn tegenstander die is veel te gehaast. Wat ik eigenlijk meer in mijn spel wil betrekken is dat rustig aandoen over aanvallen. Dat je inderdaad zo'n Sandro die bal niet gewoon geeft. Maar gewoon kijk hoe ver je kan dribbelen. En uiteindelijk een 1-0 achterstand om weer te buiten gaan naar 4-1. Hij scoort nog met Kylian Mbappé. Maar daarna scoren wij weer een doelpuntje met Gareth Bale. En moet je kijken hoe die commentator losging. Dit heb ik nog nooit gehoord bij een speler. Bale. Ja, echt bizar. De commentator is gewoon 4 keer losgegaan met Gareth Bale. Bale. Ik bedoel, ik vond het ook wel een mooi doelpuntje, maar niet zo bijzonder. In ieder geval staan we dus in de finale. We hadden nog 2 keer gescoord, maar mijn tegenstander had zijn controller bij allebei de doelpunten neergelegd. En dat is ook de reden dat hij uiteindelijk werd gedisconnect. De finale dus. De eerste poging voor Carlos Vela. Upgraded Path to Glory kaartje. We komen tegen deze tegenstander. Hij gaat wel wisselen volgens mij. Hij wisselde Gareth Bale direct in voor Michy Batshuayi. Wat je linksboven zag. Tijdens de penalty die wij misten. Fabinho, 98 penalties. Ik schoot hem slecht binnen. Courtois kon hem houden. En uiteindelijk komen we met het hakje op voorsprong. Hendrik Larsson. Ja, ik heb het al gezegd in de vorige video. Ik vind hem heel goed. Hij is heel goedkoop als icon. En ja, ik vind hem een leuk speler om te gebruiken. Hij is best wel uniek. Hij heeft zijn eigen kenmerken. En dat vind ik gewoon heel erg lachen. Mijn tegenstander krijgt een corner. Mijn tegenstander krijgt er een kans uit. Mijn tegenstander krijgt nog een corner. En die gaat uiteindelijk overal langs. En die komt bij Jerome Boateng in de buurt. En wederom krijgen we een corner tegen. Wat eigenlijk niet zo heel vaak gebeurde. Hiervoor. Maar tijdens dit toernooi is het regelmatig voorgekomen. We combineren weer lekker door vanaf de aftrap. Dat natuurlijk wel, want aftrap glitch zit eigenlijk nog steeds wel in het spel. De 39e minuut scoren wij. Dan krijgt hij in de 31e minuut wederom een corner. Die valt voor de voeten van Arturo Vidal. Die werkt hem binnen. Weer een doelpunt uit de corner. Ondanks dat het een afstandsschot was. Maar iets daarna, geen kick of meer, krijgen wij weer heel veel geluk. Wanneer wij de bal tegen een verdediger aanschieten. Courtois duikt, maar Gareth Bale kan in tweede instantie wel erin schieten. Dan krijgt mijn tegenstander een kans. Stap ik verkeerd in met Manolas. Slecht verdedigd
3-3. Ik heb dan op dat moment mijn wissels ingebracht. Winmin Son en Saha. Saha hier, dat bedoel ik met dat rustig aandoen. En uiteindelijk ook weer via een gelukje, via de keeper in de tweede instantie erin. Dan vanaf de aftrap, 80ste minuut, 1 minuut verder. Ja, Maandelas, ik heb geen idee wat hij aan het doen was. Hij liep niet mee met Bill. Typisch kick-off doelpuntje. Hij scoort weer gelijk. We gaan de verlenging in. En elke keer baal ik er zo erg van. Doen wij ons best om gewoon elke keer een voorsprong uit te bouwen. Of überhaupt op voorsprong te komen. En gelijk vanaf de kick-off of vanaf de corner scoort mijn tegenstander weer. Goed, dat hoort erbij. Tweede helft van de verlenging. We staan op dit moment daarvoor. Saha door Larsson. En wat opvallend is dat net als bij het vorige doelpunt Larsson door de benen van Courtois scoorde. Wat gisteravond ook in het echt gebeurde toen Messi twee keer door de benen van Courtois scoorde. Ja, best wel opvallend. Mijn tegenstander scoort wederom een corner, 5-6. En dan in de laatste minuut, wij geven hem voor. Keeper, boksen weg. Niet de meest gelukkige wedstrijd van Courtois. En Andrea Pirlo, SBC, die ik ook heb ingebracht. Die scoort ook. We winnen 5-7 in de eerste poging. Met dus heel veel geluk. Die middelste wedstrijd die uiteindelijk een disconnect werd. Ik baal er niet van. Ik ben IJ dankbaar. Dankjewel IJ, mag ook wel gezegd worden. Jij wordt bedankt voor het kijken naar deze aflevering. We winnen de cup dus. We krijgen de Carlos Vela kaart. Als je kijkt naar de statistieken, het ging ongekend gelijk op. Hij 20 schoten, ik 21 schoten. Hij 16 bedoel, ik 17 bedoel. Uiteindelijk trekken wij aan het langste eind. Carlos Vela, niet hele geweldige stats. Ik heb betere super subs, maar toch leuk om die in de club te hebben. Je wordt bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Joejoe!